Oké, daar gaan we. Star Wars TIE Fighter Special Edition. Ik ben heel benieuwd of het nog vet is. 7, 9 en 8. Rebel terrorists, aided by spies and traitors within the Empire, struck a cowardly blow at the new symbol of Imperial power, the Death Star. Ik vond het ook niet leuk dat ik refereer aan verlies van Ajax, maar het werd letterlijk opgenomen dag nadat Ajax had verloren van Valencia. Dus daarom had ik ook mijn trui nog aan, want ik bleef slapen in Amsterdam. Now scattered to the Outer Rim. In the days ahead, the Emperor will call upon the Imperial Navy to eradicate the last vestiges of the rebellion and restore law and order to the galaxy. Yo, mijn Nemo. Was lekker. The Force will be with you. Imperial seat of the galaxy. Hey, Kikogo! Dankjewel voor je resub, man. Goeiedag. Fucking sick of pre-rendered filmpjes dit zijn, man. Dit staat op Steam. It's on the verge of success. Success. Soon, peace and order will be restored throughout the galaxy. Even now, our capable forces, led by Darth Vader, are striking back at the rebel insurgents. The rebels are unprepared for our attack. Signal Vice Admiral Thrawn to launch his TIE squadrons immediately. This rebel stronghold has no hope of escape. Commence the fuck Rose, man. What a super character is that? Ja, ik vond de laatste aflevering van de Mandalorian echt heel vet. Echt, Taika Waititi moet echt alle Mandalorian episodes nu gaan regisseren, man. Hey, daar is die Andreas. Goedendag, jongen. Overal vond ik Mandalorian niet heel tof. De laatste twee afleveringen wel sick, maar... het is een beetje een kidshow. Star Wars TIE Fighter, de Collector CD-ROM. Ja, wat een intro is dit, jongens. Andreas, hoe kan dit nou, man? Doe even normaal. Enter your name, pilot. Enter your name, pilot. Zoals je ziet, ik heb twee muisjes in beeld. Daar hebben we geen last van tijdens het gamen. Doe even een nieuwe aanmaken. Level medium. Moeten we misschien nog makkelijker gaan zetten, hoor. Want shit is best pittig. Maar wie herkent dit nog, man? New battle. Film room. Tech room. Register. Training simulator. Combat chamber. Ik denk dat we naar de combat chamber moeten. Waar heb ik wat gehad? Learn to use your sensors in the different cockpit views while you practice your gunnery skills against fixed target, then attack the moving target drones. Nou, okay, let's go. Enter breathing. In this mission, you will learn the basic 1994. Targeting, aiming at and destroying fixed targets. Then you're... Oh. Gecrashed? Wat? Ik heb die shit nog gespeeld. Dus Commander, dankjewel voor die follow. What the fuck?
Weer crasht? Weer. Enter your name, pilot. Wat is dit nou weer? Battle 1, Aftermath of Hoth. Pursue the rebels fleeing from Hoth. One TIE fighter from Alpha, Beta and Gamma squadrons will be out on patrol around outpost D-34. Zou dat het zijn, Andreas? Your mission is to inspect all cargo-carrying vessels as they pass by our station. Sure. We are on the lookout for Rebel 4. Into the fucking mission. Ah, there we are. Incoming ships. They are entering the area near Void B-18. Dit is dus wel echt een space sim. Echt elk fucking knopje op mijn computer, op mijn toetsenbord, doet wat. Freight is requesting permission to pass through this sector. Transport is requesting permission to pass through this sector. TIE fighters hebben geen shields, dus dan weet je dat alvast. Van de boksen? Nee, ik ben niet van de boksen. Ik vind het vet om te zien, maar ik boks zelf niet. Kijk, daar hebben we de Fredo 1Z1. Kijk, wat zijn precies de mission goals? 100% of Fredo Group 1SC must be inspected. 100% of Transport Group Data must be inspected. Data and 1Z. Oké. Okay. Met de raampjes. Ik heb dit vroeger helemaal grijs gespeeld, man. Ik moet alleen een flightstick kopen. Dan is het echt helemaal af en helemaal sick. Het enige wat we hoeven te doen is te scannen op wat voor waren ze meenemen of smokkelen of whatever the fuck. We gaan het allemaal zien. Ja, hij is nu aan het scannen. Als je ziet onderin mijn heads-up display, dan komt het te staan links onderin wat erin zit. Hoe dichterbij we komen, hoe... Ja, foodstuff. Sikke naam ook. Gaan we deze scannen. Ook foodstuff. Het is wel een moeilijke game, kan ik jullie vertellen, jongens. Ja, dit is natuurlijk nog even de introductiemissie, maar... Ook foodstuff. The Force will be with you. Always. Dan werken we zo naar voren. Jaro, dankjewel, man. Dankjewel voor je resub. 25 fucking maanden. Insane. Ook foodstuff. Je hebt een bepaalde batterijcapaciteit en die levels. Rebels! Woeh, hier zitten rebels in. Illegal cargo located on one of the freighters. Cool. Gaan we even kijken, waar is Data? Daar is Data. Gaan wij naar Data? Imperial transports are being dispatched to board the freighter. Okay, succes. Ja, dit is het kutte. Dit moet ik dus met de toetsenbord doen omdat ik geen flightstick heb. Ik speel nu met de controller. Ja, dit was mijn jam, Jadik. Maar toen had ik wel een joystick. Logitech Sidewinder, zou dat kunnen? Wingman? Ik weet niet meer. Sidewinder was van Microsoft, geloof ik. Ja, daar zijn ze, de Data. Shuttles have not identified themselves. Alpha 1, help the transports weaken the freighter's shields. Help the All transport. TIE fighters, beware of enemy shuttles. Nou, kom wel dichterbij. Hey. Wat, ze zijn gewoon pleiten! Abort mission, mission a failure. Some craft have slipped by you without being inspected. Return to base.
Ja hoor. Deze game is pittig, ik zei het toch. Misschien moeten we eerst naar die fucking Data's gaan. Oi. Jedi Fallen Order is echt een hele vette game, man. Echt een hele vette game, alleen net iets te pittig voor mij. Ja, jaren 90, jongen. Iedereen speelde alleen maar fucking Flight Sims. En toen kwamen ze ook gelukkig ook met deze fucking shit uit. Godverdomme. Fly the mission again. Nou, we moeten het opnieuw proberen. Dan moeten we even kijken of we eerst achter die Data aan kunnen. Incoming ships. They are entering the area near Void B-18. TIE Fighter Alpha 1, inspect all craft. Fred is requesting permission to pass through this sector. Transport request. Ze komen snel op ons af. En dit is een Combat Flight Simulator ook inderdaad, ja. En we mogen ons binnenkort weer gaan verheugen op Microsoft Flight Simulator, toch? Dat duurt ook niet zo heel lang meer. Ja, die Stormavik heb ik nog nooit gespeeld. Dus ze komen nu recht op ons af. There will be no one to stop us this time. Oké, gaan we even match speed doen. Workers, die andere. Kom, scan die bitch. Ook workers, nice. Oké, dan moeten we nu echt snel naar die andere gaan. Gaan we eerst naar deze, want daar weten we dat daar de rebels in zitten. Dit is heel lang geleden, 1994, Stiffy. Rebels, kijk. Warning. Illegal cargo located on one of the freighters. The force will be with you. Always. Zo, 3, dan is dat 1. Imperial transports are being dispatched to board the freighter. En wanneer je meer power naar je engine zet bij een wendbaarder en ga je sneller uiteraard. Maar laden je lasers bijvoorbeeld minder snel op. Buster, dankjewel voor je resub, jongen. Alles lekker. Hey Samantha, goedemiddag. Primary mission objectives completed. Nice. The first wave of freighters and transports has been inspected. Good work. Help with the capture operation or return to base. Job well done, Alpha One. The incoming shuttles have not identified themselves. All TIE fighters, beware of enemy shuttles. Kijken of we deze shuttles neer kunnen halen. Even meer power naar het lezen. Wow, 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 wow! Ja, TIE Fighters hebben geen shields, jongens. Prisoners, move into the building now. Ja, misschien moeten we iets makkelijker gaan spelen, want tering! Enter the mission. Nee, maar First Order TIE Fighters hebben wel shields, hè? Even kijken, waar zijn de... TIE Fighter Alpha 1, inspect warcraft. Fred is requesting permission to pass through this sector. Transport is requesting permission to pass through this sector. Ja, alles gaat lekker, man. Ik mag niet klagen, wanneer ik Star Wars games mag spelen, ben ik altijd in mijn nopjes, toch? Dat weet je.
En ik had de missie al gehad, hè. Ik had gewoon terug kunnen gaan naar onze base en dan was alles oké geweest. Workers. Hoe dichtbij moet je komen om ze te scannen, man? Oké, okay, die hebben we inspect. Waar zit nummer 3? Hier, wat? Daar zitten dus rebels in. Ja, Fallen Order is zo vet, man. Jedi Fallen Order is zo fucking vet. Ik heb nog niet geoefend voor vanavond, maar dat ga ik nog wel doen. Alleen niet op stream. Dat doe ik denk om 6 uur of zo. Kijken of we nu de shuttles alsnog aan kunnen. The first wave of freighters and transports has been inspected. Good work. Help with the capture operation or return to base. Job well done, Alpha One. The incoming shuttles have not identified themselves. Okay, we gaan ze wel. Oh. Hij zit recht om mij te mikken. Alpha One, help the transports weaken the freighter shields. Nu zijn mijn... Target disabled. Nu zijn mijn shields op. Of mijn lasers op. Dus kijk, hier ga ik even de lasers aanpassen. De regeneration speed. This is Gamma 1. Target destroyed. Volgens mij bij 30% is hij incapacitated. Oké. Okay. There we fucking go. Is er nog eentje? Ja, er is er nog eentje. Recht achter ons. Het kan nog best lastig zijn om shit te raken, hoor. Blijft het heel nauw. Target destroyed. Kijken we welke goals hebben we nog. Freighter 1. Alpha 1. 3 moet gecaptured worden. Zo deze, waar is die? Waar is 3? Oeh, er zijn nog meer shuttles. Daar is 3. Hup. Wat wij gaan doen is gewoon beveiligen dan. Alles naar lasers. Hoppakee. Daar is er nog eentje. Protect the captured freighter. Target destroyed.
nog eentje. Dat was hem. Dan gaan wij terug naar de basis, jongens. Daar is de basis. Boom. Maar dit soort games willen we toch weer hebben, man. Toch niet die super arcade fucking games van de EA Battlefront en dergelijke. Dit willen we toch hebben. Battlefront 1? Ja, het zag er mooi uit, maar het was niet een goede game. Het was echt een draak van een game. Ja, Battlefront 2 is wel echt heel erg goed geworden nu. Boom! TIE Fighter Battle One Mission 59% hit. What was the main accomplishment? You have discovered a freighter full of rebels trying to escape from their base on Hoth. Excellent work. As we expected, fleeing rebels are trying to sneak through this sector. Ben ik niet mee eens, Jet. Ik ben ik niet mee eens. We captured a freighter full of rebels trying to escape from... That's enough for me, sir. Of is dat diezelfde guy? Nee, dat is genoeg. Fly mission again, return the briefing. Hups, guy. Ooh, a cloaked figure. How may I serve the Emperor? I am a special envoy of the Emperor. In this time of crisis, political intrigue and open rebellion, the Emperor requires special means of communication with his loyal forces. Oh, goedemiddag, Michael. Ahead, I will ensure that his wishes reach those, like yourself, who have pledged their fealty to him. You will have many opportunities to serve the Emperor, and will be rewarded for your efforts. In the mission ahead, locate the rebel officers who are fleeing from Hoth in a stolen Imperial shuttle. We have forces standing by who will attempt to disable and capture this shuttle once you have located it. That's enough for now. Three TIE fighters from Alpha, Beta, and Gamma squadrons will patrol the area around the station. Your weapon arming crew has added concussion missiles to your TIE fighter for more firepower. Alright, gaan we doen. Ik ga wel heel even wat te drinken pakken, jongens. Ben zo terug. All TIE fighters will destroy any incoming enemy ships before they can destroy our station. Assume any trouble will come from the direction of Boy 18, where we stopped the smuggled rebel cargo. Our forces must survive until the Imperial-class Star Destroyer Hammer arrives to relieve us. Three TIE fighters from Alpha, Beta, and Gamma squadrons will patrol the area around the station. Your weapon arming crew has added concussion missiles to your TIE fighter for more firepower. All right, there we are. Deze game is zeker gaaf, man. Ja, ik moet zeker werken. Morgen en overmorgen werk ik nog. Alleen niet bij Game Kings. Even kijken, wat gaan we... Torpedo Heavy Bomb. Fuck, het doen gewoon missiles. Ik weet alleen niet hoe ik ze moet schieten. Yo, what's up, Remy? Wat zijn onze goals? Platform XQ-1D-34 must have survived until other goals are completed. Imperial Star Destroyer Hammer must have arrived. Y-Wing at 8 kilometers. Sector alert. There are unknown craft entering our area. Beta and Gamma squadrons, in
engaging enemy forces. Alpha Squadron, join the attack and engage the enemy. Ja, het gaat alweer iets beter, Hoff City. En echt gekneusde ribben, dat is gewoon echt vervelend. Stop all Y-wings from making torpedo runs on D-34. Oké, daar komen ze, jongens. En dat is kut. Wanneer ze rechtstreeks benadert, ze schieten hier zo uit de lucht, man. Ze gaan naar achterlangs. Ja, kijk. Boom! Next one. Daar zit die hele fucking groep. Zijn ze allemaal down? Ik wou het zeggen. Achter me. Alpha 1, mission critical installation under attack. The base is being attacked. We need to defend the station. Holy shit, daar ging een TIE fighter. Nee. Bij de tandart, Jezus. Natte bladeren, gewoon Jedi, terwijl het hard regende. Even kijken hoe ik die concussion missiles gebruik dan. Je hebt ook nog heel veel commands trouwens, die ik allemaal vergeet. Board meeting reload en repair. Even kijken. Select weapon. Cool. W. Alleen W volgens mij. Ja. Sector alert. There are unknown craft entering our area. Beta and Gamma Squadron. Yo, what's up, Cerezo? Alpha Squadron, join the attack and engage the enemy. Okay, hij komt recht op me af, dus we moeten weer een omtrekkende beweging maken. Stop all Y-wings from making torpedo runs on D-34. Concussion missiles armed. Neem aan wanneer die rood springt, dat hij dan... Boom! Niet? Oh, shit. Oké, die is kapot. Target the computer damaged! Dit is kut, ze gaan uit elkaar. Excellent shooting, Alpha 1. Alpha 1, mission critical. The base is being attacked. We need to defend the station. Oh, jee. Ze zijn zeker een goed speler, alleen pittig. Want hij staat op easy. Het is echt pittig, hoor.
Let's do it again. Sector alert. There are unknown craft entering our area. Beta and Gamma squadrons, engaging enemy forces. Alpha squadron, join the attack and engage the enemy. And, the game is volgens mij €2 op Steam of zo. Yo, Denario, what's up, man? How's lekker? Torpedo runs on D-34. Je kunt indie developers niet verleren. Indie developers maken juist nog dit soort games. Die kunnen de grote developers nog wat verleren. Gelijk een omtrekkende beweging maken wanneer we er zijn. Ja hoor. Even lezen is gewoon... Volgende. Alpha 1, mission critical installation under attack. The base is being attacked. We need to defend the station. I'm working on it. Hebben ze allemaal? Ja, lijkt het wel op. Yep. Even kijken. Precies dat, Dutch Commander. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Respawn voel ik dat bijvoorbeeld nog wel altijd, heel erg. Oké, nu? Zijn we nu gewoon aan het wachten op de Star Destroyer of wat zijn we aan het doen? Zeker, Denario. En mijn ribbenkneus, wat echt heel erg kut is. Want doordat mijn ribbenkneus zijn, kan ik niet lachen of hoesten. Ik kan niet slapen. En omdat ik de hele tijd anders zit of beweeg, is mijn rug de hele tijd aan het verkrampen. Dus ik ga er helemaal stuk kapot aan, man. Shield zijn nog 96%. Ja, ik heb echt een massage nodig inderdaad, man. Wachten we nu op. Shuttle scuds must be inspected. Waar is scuds dan? Dat zie ik ook nergens. Blijven wachten op de Star Destroyer? Ja, en een paracetamol en ibuprofen ook. Het helpt met de pijn vooral, Kutten.
wat is hier gaande, jongens? Ja, new craft alert. Dat is Scuds, die moeten we gaan scannen dus. Hoe licht ik mijn medepappies in ook weer? Even kijken. Shift A. Alpha 1, this is Plate Group Alpha using your target for attack. Fucking sick, toch? Dit commands uitdelen. Maar ik heb genoeg Star Wars shizzle die me deze maanden doorhelpt. Dus waaronder dit soort shit allemaal. Fucking sick. Bouwpakketjes. Lang geleden dat ik dat heb gedaan. Echt heel lang geleden. En dat is best aardig geworden, moet ik zeggen. Ik vind het best aardig geworden. Je moest hem gewoon scannen, toch? Ja, inspect het. Ja, sauna is heerlijk, man. Match speed. Good work, Alpha 1. Secondary mission objectives complete. The Emperor will be pleased. Good work. You've discovered a shuttle carrying rebel officers. Assault gunboats have been dispatched to disable and capture it. Okay, die hebben we. Ja. Yeah. Ah, lekker bezig, Denario. Kan je binnenkort meedoen, man, met de dungeons en shit. Dat is pas de leuke shit. De raids, de dungeons, de nightfalls. Wow, de shit. Oké. Dat is het ding, je kan geraakt worden door je eigen fucking matties, hè. En debris. Geloof het wel, 49 inderdaad, ja. Dacht het wel. Nee, dat hoeft niet, Curtin. Dat hoeft niet, man. Ik ben oké. Okay. Wat dat betreft. Two Y-Wings. Achter ons. This is Plate Group Alpha using your target for attack. Ik hoop dat dit de laatste zijn. Holy shit. Lezen op. Oké, volgende. Ik zie geen volgende. We zijn oké. We moeten wel in de buurt van de Space Station blijven natuurlijk. Dat is goed, Samantha. Heel veel plezier. En ja, wish me luck voor vanavond. Tot dan. Superb work, Alpha 1. Primary mission. Star Destroyer Hammer entering at area at 11 kilometers. The Star Destroyer Hammer has arrived to take command of the battle. Daar is de hammer. Woehoe! Volgens mij hebben we alles gehad, hè? Yep. The Imperial Class Star Destroyer Hammer is here to recover station defense forces. Even van dichtbij bekijken, hoor. Yo, goedemiddag, Sammy. Gaat het ding langzaam, man?
Heel handig, al die raampjes. Het lijkt wel alsof je er helemaal niet bij in de buurt komt, maar ja, de distance die loopt terug, dus. Alpha 1, return to the Hammer's hangar immediately. Oké. Full power dan. We mogen niet kijken, jongens. We mogen niet kijken. Maar alles lekker, Sammy. TIE Fighter Beta 3 has been destroyed. Wat? Door wie dan? Maar dan ben je hoger season level dan ik, Denario. Volgens mij ben ik level 13, 14. Rogue One is de mooiste Star Wars film in ieder geval qua... qua look and feel, hoor. Bam! We hebben hem gehad. Nee, ik ben niet 36, ik ben 32. You have defeated an attack by the rebels and Mugabe. You have saved our outpost from destruction and destroyed many of the attacking enemy ships. The rebel officers you have located, the rebel officers you have located will prove useful to our cause. From them we will learn the whereabouts of other rebel terrorists. I like a bit of Osiris, vind je niet? Oh, grappig, ik vond de vorige juist leuker, man. Ik zie er jonger uit dan 32. Ja, mij gaat lekker, Sammy. Mag niet klagen. Nee, ik vond Rogue One vond ik echt een hele goede moderne Star Wars film. Sowieso de tofste die er is uitgekomen sinds Disney. Oké, volgende missie. We have traced the Mugari Pirates hyperjump path to a cargo loading area in the Tungra sector. Your first objective is to stop the cargo ferries from escaping with their contraband. Yeah. Then stop the transports and shuttles. Destroy...